Ja, staat er in de krant, staat er dan van, ja, die Mart Hoogkamer, die loopt na 16 seconden al weg. En daar in het dorp, ik weet niet waar die optrad, ergens helemaal in het oosten van Nederland, in een dorpje Beckham. Ik heb nooit van gehoord, vrienden. Daar hebben ze een van de Pinksterfeest. En daar moest die komen. En dan zeggen ze, in Beckham, hij hoeft hier nooit meer te komen. Hé, hey, vrienden, heb je er wel eens over nagedacht? Dat misschien Mart Hoogkamer wel nooit meer in Beckham zal komen. Dat hij daar helemaal geen zin in heeft. Want ja, nou wordt hij afgeschilderd als zijnde, weet je wel, een beetje arrogante verdette. Die na 16 seconden zijn microfoontje wegdoet en geen zin meer heeft. Omdat er een paar biertjes worden gegooid. Nee, vrienden, zo zit het niet. Nee, ik moet het hier opnemen voor Mart Hoogkamer. Ik ken hem verder niet. Nee, maar luister, ik kan spreken uit ervaring. Hier zit hij. Tiet voor een Pafke, weten we het nog? Tiet voor een Pafke was een hit van hier tot aan de overkant. Het was zelfs een alarmschijf. Je kijkt naar een alarmschijf, vrienden. Ja, er zit hier een sprekende alarmschijf. Tiet voor een Pafke. En wij traden op in het hele land. En ik weet hoe het is als mensen dingen naar je gooien. Maar ja, dat was dus, weet ik veel, 86, 87, 88, ergens daar. En toen stonden we ergens in Noord-Holland. En dan gooiden ze hele balen hooi. Kregen we naar ons toegegooid. En ik zie ons nog staan op het podium. En we zeiden tegen elkaar, ja hallo, gaan we hiermee door of gaan we weg? En ik zei, kom op, we gaan weg. En toen waren we toch weer een beetje te bescheten nog in die tijd. Om niet weg te lopen. Maar dat hadden we eigenlijk wel moeten doen. En ze gooiden van alles, hè, toen. Je kreeg van die nutsen en marsen aan je kop gegooid. Slaatjes. Huzarensla. Hup, die werden gewoon het podium opgeflikkerd, vrienden. Die stond je dan, hop, boep, boep, stond je niet te ontwijken. Ja, en nu hebben ze dat dus vervangen, hè. De slaatjes en de hooibalen. Dat is dus nu bier geworden. Dit vinden ze dan lollig. Om gewoon hele bekers bier naar zo'n zanger te gooien. Ik bedoel, wat nou? En ik begrijp die Mart Hoogkamer. Ik begrijp hem natuurlijk. Die heeft voor zichzelf besloten, zo gauw er maar iets gegooid wordt naar het podium, dan ben ik weg. Punt. En of er één of twee of drie zijn, of dat hij amper geraakt wordt, heeft er gewoon geen zin in. En dat zou ik dus ook doen. En dat is een goed statement. En dat zouden we alle artiesten moeten doen, want wat is dit voor ongein? Om gewoon alleen maar bier naar zijn zanger te gooien. Zover zijn we nou gekomen in Nederland. Ja, en nou wordt die Hoogkamer neergezet alsof hij een beetje een vervelende jongen is die wegloopt. Nee, je moet de zaken niet omdraaien. Nee, Nederland is vervelend en gooit bier naar Mart Hoogkamer. Zo zit het. En trouwens, daar in Beckham. Luister even goed, als jullie dat nou zo verschrikkelijk leuk vinden, hè, om bier te gooien, neem dan, zet gewoon die organisator daar van die Pinksterfeesten, zet hem op een podium, ja, en dan gooi je lekker honderden van die bekers bier naar die gozer, hey, en dan heb je, dat scheelt enorm veel geld, ja, want die Hoogkamer die kost 8000 euro, en die... Waarom zou je zo iemand uitnodigen om een bier naar zijn kop te gooien? Dus dat scheelt 8000 euro. En je hebt heel veel meer lol.